Hoi, jullie zullen me allemaal vast wel kennen. Ik ben Ilko, oprichter en organisator van de DHTG. Op Twitter ook wel bekend als Ilko Vlogging, want ik heb 5 jaar geleden ook ooit proberen te vloggen. Samen met de DHTG-team probeer ik ieder jaar weer een vette DHTG neer te zetten. Natuurlijk ook dit jaar. De DHTG is dit jaar een weekendevenement geworden in plaats van een dagevenement. Dat is voor iedereen even wennen. Dat hebben we op Twitter wel gemerkt. We begrijpen dat niet iedereen 2 dagen kan komen. Daarom hebben we ook dagtickets. Echter hebben we een foutje gemaakt. We hadden niet verwacht dat de zaterdagtickets zo snel zouden uitverkopen. Daarom gaan we gebruik maken van de buffer die we binnen de hallen hebben en gaan we meer dan 1000 extra zaterdagtickets beschikbaar stellen. Dit zijn wel echt de laatste tickets die we beschikbaar kunnen stellen. Meer tickets komen er niet bij. We maken er dit jaar een weekendevenement van omdat we vorig jaar hebben gemerkt dat het voor fans en creators een erg drukke dag was. Daarom gaan we van 1 dag naar 2 dagen. Een hoop extra tijd voor de fans en wat meer rust voor de YouTubers zodat ook die het weekend overleven. We raden iedereen dit jaar aan om het dus ook een weekendticket te halen. Maar waarom raden we iedereen aan een weekendticket te halen? Bij een weekendticket hoef je niks te missen. Je kan zoveel YouTubers, Twitch-streamers of andere internetgekkies, wij noemen dit creators, ontmoeten. Daarnaast hebben we nog een super uitgebreid programma waar ik jullie nu wat meer over ga vertellen. Met meer dan 100 creators op het evenement is het onmogelijk om iedereen op 1 dag te ontmoeten. Daarom geven we je niet 1, maar 2 dagen dit jaar. En heb jij meer tijd om meer creators te ontmoeten? En hebben de creators meer tijd om meer fans te ontmoeten? Voor sommige creators gaan we dit jaar werken met gratis meet and greet toegangspassen. Om te voorkomen dat jullie uren in de rij moeten gaan staan. Deze kunnen door de creators worden weggegeven aan hun kijkers. Houd daarvoor hun social media, hun YouTube of Twitch kanaal goed in de gaten, want richting het evenement zullen ze deze weg gaan geven. 1 pas geeft je 1 uur toegang tot 1 meet and greet op zaterdag of zondag. Zo weet je vooraf welke creator je kan gaan ontmoeten, wanneer je hem kan ontmoeten en hoef je geen uren meer in de rij te staan. Met een weekendticket weet je zeker dat je geen enkele meet and greet hoeft te missen. Omdat niet alle creators een meet and greet willen, kunnen de grootste creators dit jaar kiezen voor een eigen stand met eigen invulling. We zijn met creators bezig om hier een gave invulling voor te bedenken. Naast dingen als meet and greets en merchandise. Houd onze social media en het programma op www.dhtg.nl komende maanden in de gaten voor wat er op deze stands gaat gebeuren. Om nog meer tijd met jouw creator te kunnen doorbrengen, zullen we zaterdag en zondag met verschillende creators meetups houden op het hoofdpodium. Waar je aan kan denken bij deze podium meetups is onder andere nog nooit vertoonde beelden, samen met jouw creator een video gaan kijken die nog niet is uitgebracht, live Q&A's, giveaways en misschien dat je ook zelf wel een vet idee hebt wat de creator op het hoofdpodium gaat doen. Laat dat beneden in de comments achter. Naast de meetups die we overdag hebben, zullen we zaterdagavond vanaf 6 uur een hele dikke show neerzetten voor alle bezoekers. Dat hoor je goed. Ook de zondagbezoekers kunnen zaterdag vanaf 6 uur de DHTG-show bijwonen. Grote en kleine creators gaan zingen, dansen, twerken of andere gekke dingen doen. Je ziet het, we hebben een hele hoop entertainment dit jaar. En dat verdelen we dus ook over 2 dagen, omdat het veel te veel is om op 1 dag te proppen. Je kunt het beste met de menukaart uit een restaurant vergelijken. Jarenlang hebben we alleen het voorgerecht gehad. Dit jaar gaan we voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht doen. Met een weekendticket hoef je niks te missen. Meet and greets, creator stands, podium meetups, een dikke DHTG show en veel meer tijd om je favoriete creators te kunnen zien. Ik hoop dat deze video wat meer duidelijk heeft gemaakt over de DHTG 2016. Mocht je nog vragen hebben, kun je die altijd beneden in de comments achterlaten. En laat daar gelijk ook even achter of je meer van dit soort uitlegvideo's wil zien. Q&A video's, andere dingen, maakt niet uit. Laat het beneden even in de comments achter, want we luisteren naar jullie. We zien alle comments en we gaan proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden. Nu je hier toch bent, vergeet ook niet even te subscriben. En stel je je vragen liever op Twitter of op Facebook, ook daar zijn we aanwezig. @DHTG, sinds kort, hey, op Twitter en Dutch YouTube Gathering op Facebook. Alle linkjes staan natuurlijk ook beneden in de omschrijving. Ook mijn eigen Twitter, @IlkoVlogging, als je me daar wil volgen voor random kiekjes van het kantoor hier, of van de zaal, of andere behind the scenes. Ik hoop jullie op de DHTG 2016 te zien, of in de volgende video. En ook, hoe gaat dit ding uit?